De 9 kokers in de uitwateringssluis bij Zeeburg, waardoor het Amsterdamse grachtenwater geloosd werd en ververst met water uit het IJsselmeer, worden verwijderd. Duikers brengen de trossen aan waaraan de kokers zullen worden opgehesen. In 1943 werden ze buiten dienst gesteld. Ze lagen op de bodem van het Merwedekanaal en in verband met de verbreding en verdieping daarvan is het nodig dat ze verdwijnen. Het is geen gemakkelijk karwei, want elke metalen koker, sifons heten ze officieel, is plusminus 40 meter lang en heeft een gewicht van 67.000 kilo. De Amsterdammers behoeven overigens niet bang te zijn dat er geen vers water meer in de grachten komt. Dat geschiet namelijk al via de nieuwe sifons die in 1943 in gebruik werden genomen. Met de verwijdering van de oude wordt een belangrijke hinderpaal voor de scheepvaart weggenomen.